Het lekkerste wat er is, is in de paardenpoep rollen. En dit is onze buit. Dit is wat we gaan doen. Een man die er wel sterk uitzag. Hebben we gevraagd, meneer, wilt u ons helpen? Goedemiddag allemaal. Het is vandaag een heerlijke dag. Zonnetje schijnt weer. Het is weer tijd voor korte mouwtjes. Het is vandaag zaterdag trouwens. Ik heb vrijdag niet gefilmd, want ik heb vrijdag echt geen zak gedaan. Ik ben lekker met Sjoe op pad geweest. Ik kreeg de eerste vaccinatie en ik ging even mee, want ze was al bang voor prikken. Daarna lekker Apeldoorn even geluncht en gewinkeld. Ik kon echt niks kopen, want alles wat ik wilde kopen was niet in mijn maat. Dus zeiden ze, kan je het online bestellen? En denk van, daarvoor ga ik niet winkelen, dan wil ik het gewoon gelijk kunnen kopen. Zij was hier nog gezellig en toen een beetje Netflix gekeken. En daarom was er echt geen zak om te filmen die dag. Dus vandaag wordt het wel echt een hele leuke dag. Mijn ouders komen straks hierheen en mijn zus en haar vriend ook. Omdat we nog even Vaderdag gaan vieren, gaan we even brunchen met z'n allen en vanavond lekker barbecuen. En Sterre komt vandaag hierheen, die heeft crossles met Fleur. Beetje tussen Enschede en hier zo in. Eigenlijk zou ze morgen komen, maar toen zei ze vriend, kan ik anders gelijk van mijn crossles doorkomen. Anders blijf ik heen en weer rijden. Er liggen toch al mijn spullen in de trailer. Dus ze komt vandaag al hierheen. Mega veel zin in. Maar daardoor zit ik wel al even 2 dagen van, hoe gaan we dit doen? Marley en Fleur gaat goed samen, dat weet ik. Maar ja, Mar en Suske zijn natuurlijk nu een kleine kudde. Fleur erbij is wel een merrie. Ik vind het een beetje engig om dan... Het zou wel super leuk zijn trouwens om die 3 bij elkaar te hebben. Omdat Fleur natuurlijk ook kruising fjord is. Dan hebben we een hele fjord en 2... halve fjordjes. Terwijl Fleur wel weer wat meer de kleur heeft van Suske. Hoe leuk is het dan als Axel ook nog bij zou zijn? Allemaal leuke kruising fjordjes. Goed. Dus ik weet niet of het een heel goed idee is om dat samen te gaan zetten. Sowieso vind ik het wel fijn om in ieder geval de eerste dag een draadje te zetten. Want ze blijft hier een week als het goed is. En dan kunnen we altijd kijken als het na een paar dagen goed gaat. Om dan even lekker dat draadje ertussen uit te halen. En dan kunnen ze nog wel gewoon even een paar dagen samen staan. Meestal zijn onze paarden altijd wel redelijk cool dat je ze wel samen kan gaan zetten. Maar de paarden moeten dus wel eerst even een paar dagen gescheiden worden. En overmorgen gaan ze de bak aanleggen. Dus dan moet dit helemaal vrij zijn. Dan ga ik hier alle palen en draad ga ik verwijderen. Want hier zo gaan ze de hele tijd heen en weer rijden met trekkers en machines en zo, denk ik dan. Dus dan gaan we natuurlijk dit weiland gebruiken. En ik zit dus even over na te denken om voor vanavond dan... Gewoon eventjes bijvoorbeeld van deze paal naar daar ergens even met de prikpaaltjes iets te doen. Dat dat stuk voor Fleur is. En dan kan Fleur ook gewoon, want hier natuurlijk weinig gras nog staat, Fleur uit dat hooinet eigenlijk eten. En dan hebben de paarden gewoon even dit stukje en dan hebben ze natuurlijk hooinet vanuit de stal. Dan kunnen ze zo denk ik de nacht doorkomen. Tenminste, ik weet niet of Sterre Fleur gewoon 's nachts op het gras houdt of eventueel een stal kan natuurlijk. Ik heb stallen beschikbaar. En dat we dan morgen, want morgen heb ik gewoon heel de dag vandaag. Omdat natuurlijk mijn ouders en zo ook komen, is het wat chaotischer. Om eigenlijk heel de nieuwe trek te gaan maken. Gisteren heb ik namelijk ook de benzine gedreven. Ik zeg heel dat elektrisch gedreven, maar het is een benzine gedreven grondboor gekocht. Met een boordiameter van 80 mm, dus 8 centimeter. Dan gaan Sterre en ik denk ik morgen gewoon flink huishouden. Al die palen, al het draad hier weg. Alle palen hier het draad weg. Want de paddock komt natuurlijk hier te liggen en tot en met... Even goed kijken naar de paaltjes. Hier zo, waar ik nu precies sta, is de hoek van de bak. Mega veel zin in. Dus daarom dacht ik, joh, dan lossen we het nu even simpel op. Zetten we hier gewoon even een paar prikpaaltjes in draad. Doen we Fleur daar, doen we mijn paarden hier zo. En dan ga ik morgen met Sterre ga ik dan eventjes alles goed even uittekenen. En dan verzinnen we er wel wat op. Peepje, wat ben je nou? Waarom zijn we zo slaperig? Heb je geslapen in de auto? Kijk, daar komt hij aan. Ga je met mij mee helpen paardjes erbij uitmesten? En laat je de kippen met rust, hè? Ja. Ik ga heel even de stromer voor Dikkie afhalen, want die zal weer gebeuren met die staart, dat hij er dan tegenaan gaat komen. Oh, ik zal even wat water voor jou klaarzetten, schatje. Volgens mij heb je een beetje dorst. Het lekkerste wat er is in de paardenpoep rollen. Hè? Maar je doet ook altijd in ganzenpoep rollen, dat is eigenlijk ranziger. Gelukkig heb ik het net opgeruimd. Hier is nog wel wat paardenpoep waar je in kan rollen, Diek. Ga je mee? Kom maar. Hallo! Ik heb niet gezien! Nee, dat valt trouwens mee. Je hebt de wedstrijd nog gezien. Flirtje! Hallo!
knapperd. Wat ben je aan het, is het nou zo aan het zweten of is het nog van de water? Ik denk nog van de les. Hey knapper papi, kom jij gezellig een beetje logeren. Meid, wat ziet jij er goed uit in shape vergeleken met Mar? Nou, ook zijn we nu afgehaald. Maar die heeft het kattengevoer van Dikkie. Oh god. Blijf je even uit het kattenvoer? Smeren geweest. Het is niet jouw voer, het is van de katjes. Het is van de katjes, ja. Hey, liefies. Wie is dit nou, hè, Mar? Jij kent Fleurtje wel. Je hoeft niet jaloers te worden, hoor, zus. Jullie zijn getrouwd samen. Mar zal niet zo snel vreemd gaan. Hoop ik voor je. Oh, ik heb het echt net gemist, maar Mar, die ging hinneken. Je moet even, misschien herkent hij er nog. Oh my god, die voorpluk. Ga ze even neuzen. Ja. Kijk uit, jongens, dat stroom op. Mar kent wel. Mar. Kijk, we hebben het even zo opgelost. Draadje helemaal tot aan het einde. Deze popjes aan deze kant. Nou, ze gaat gelijk eten. Prima. Maak dat handig, want dan heeft zij ook. Want er staat hier niet zoveel gras meer. Nou ja, het lijkt veel, maar ze poepen hier zo. Dus ja, dan eten ze dat natuurlijk niet meer op. Dus dan heeft zij ook altijd sowieso een hooi net. Ja, dat is ook veel, ja. En zij kan natuurlijk wel eens schaduw en zo van de bomen opzoeken. En dan. Nee, geen schaduw. Nee, alleen zij heeft. We moeten voor haar een waterbak neerzetten dan. Ja. Dat moet alleen eventjes. Ja, maar. Ik heb echt niks om elkaar. Nee, echt hè? Dat was het. Ja. Leuk hè, dat hooi, Dikkie. Lekker hè? Even kijken, ik moet even het draad weer opzetten, want anders. Ja, het stroom weer opzetten, inderdaad. Spanning en sensatie, en dan gaan ze allemaal eten. Ja. Jullie zijn echt zo saai. Nee, oké, het is beter dat ze elkaar gaan voltrappen, maar ik had toch wel iets meer ervan verwacht. Ja, ik had ook wel iets meer verwacht, maar dat is gras is. Oké, nou beter. Top. Nou. Nou ja, als het hierbij blijft, prima. Hoe leuk zijn al deze kleurtjes bij elkaar? Het is echt wel 10 uur 's avonds of zo. Wij hebben het lekker. Ja, wij hebben lekker gebarbecued met z'n achten. Echt super gezellig. Ik moet trouwens ook even mijn handschoenen hebben. En we wilden al heel de avond dus die brandnetels gaan plukken. Omdat we morgen de trek gaan aanleggen. En dat is wel handig als ze misschien alvast weg zijn. Oh, kijk onze kinderen zijn met z'n drietjes nou aankomen lopen. Als een echte kudde al. Wat lief. Maar ja, ik dacht oprecht dat iedereen eerder wegging. Want ik dacht, ja, ze moet gewoon soort van op tijd thuis zijn. Maar ik dacht gewoon op. Mar is van de boom aan het eten. Maar die boom is al echt minuscuul. Ik heb het even pak gepakt. Maar ik dacht oprecht dat iedereen een beetje vroeg wegging. En ze mochten natuurlijk voor mij altijd zo lang blijven als ze wil. Maar daarom dacht ik, wauw, dan kunnen we vanavond prima die brandnetels doen. En nu ging iedereen pas om 10:30 weg. Omdat het dus blijkbaar morgen zondag is. Want ik dacht dat het vandaag al zondag was. Maar Sterre en ik gaan dus toch nog even heel snel brandnetels plukken. Dus even handschoentjes meegenomen. Lange mouwen aangedaan. Waarschijnlijk niet heel snel. Ja, kijk wel. Lange sokken aangedaan. Is hopelijk geen brandnetelplekjes straks. Met de brandnetels. Het is werkt niet helemaal om lange kleding aan te doen, want het ging er gewoon doorheen. Fleurtje staat lekker aan dit hoornetje te eten. Ze kunnen gewoon overal komen waar ze willen. Ze zijn gewoon lekker samen. Het gaat super goed samen. Ze hebben ook al lekker geknuffeld met z'n allen, dus we zijn echt heel blij mee. En zus en Mar staan als een oud getrouwd stel samen dit hoornetje te eten. Oh, en nu gaat zus door, want ik heb nog twee andere hoopjes. Een beetje aan de bomenrand heb ik nog wat hooi neergelegd. Of dan hebben ze wat meerdere plekjes. Ze zeggen vaak dat je natuurlijk eigenlijk één plekje meer dan het aantal paarden dat je er... Ja. Heb staan. En kijk, weet je, Mar en zus gaan, die eten altijd hetzelfde hooi net, dus dat is niet zo erg. Maar nu dacht ik misschien wel handig als ik dan even wat meer hooi netjes maak. Hey schatje, morgen wordt een leuke dag voor jullie, hè? Morgen mogen jullie lekker op het grote weilandje staan, waar al het lekkere eten ligt. Pipje en onze woezeltje, die liggen daar. Kijk, woezel zie je tenminste op de camera. Ja, Pip is zo zwart. En, en dit is onze buit. Het is een beetje uitgelegd. En nu volgens mij een paar dagen droog en dan kunnen ze wat snackies krijgen. Dus dat is natuurlijk leuk. Licht hier uit. Ik zal nog even alles op slot doen. En dan zien we jullie morgen.
Wat krijg je als je twee vloggers bij elkaar zet? Oh, kijk Martje aankomen waggelen. Hey Mar. Hallo liefjes. Oeh, dat is water hè. Hey Fleurtje, heb jij een goede nacht gehad? Heb jij een goede nacht gehad, meisje? Je bent wel in ieder geval tussen de draadjes blijven staan, hè? Fleur is wel echt een kampioen in ontsnappen, hè? Die heeft regelmatig, kreeg ze 's nachts telefoontjes dat jij niet meer in je Nederland stond. Ah. Oh. Zijn jullie haar nou jaloers aan het maken, of wat is dit? Je hoorde Fleur echt zo zucht, echt zo, ah, niet weer. Nou, popje, hè? Nou. We gaan even ontbijtjes voor jullie klaarmaken. De zon schijnt zo lekker. Ik zie helemaal niks. Mijn ogen doen er pijn van, want ik zit al echt een paar uur binnen. Ik had net weer even een Zoom-meeting van het Epipreneurs coachingstraject. Was weer vruchtbaar. En ondertussen is het 12:30 ongeveer. Sterrels en ik gaan het deel van de trek uitzetten. Ik heb hier echt mega veel zin in. Het staat echt best wel hoog allemaal. We hebben natuurlijk gisteren die bandages al weggehaald. Ik denk dat het eerste stap die we gaan doen is, want we moeten hier daar nou constant tussendoor lopen. Dus we gaan de draad weghalen. Die palen laten ons nog wel even 2 seconden staan, maar die gaan we denk ik straks als eerste gebruiken als we uit gaan zetten. Want hier staat op zich dit al op. Oké, nou we gaan even een plan van aanpak maken. Maar dacht eerst halen we dit er even af, want ik heb hier natuurlijk helemaal geen opening. En als we heel veel heen en weer moeten gaan lopen met alles, dan is dat natuurlijk niet handig. Dus we halen hier even draad ervan af en dan gaan de paardjes lekker de wei in rennen. En dan hebben ze weer lekker gras. En dan kunnen ze. Komende dagen moeten ze hier ook op staan. Want de komende dagen zijn zij hier weer bezig. Maar goed, dat zoeken we dan wel uit. Als lekker... de halve trek al staat, dan kun je ook daar nog wat. Een draadje afzetten. Ja. Dat ze niet van de trek af kunnen of zo. Nee, precies. Ik wil eigenlijk dat ze alleen op de trek gaan eten. Ja, precies. Dat gaan we fixen. Ja, dus we gaan even kijken hoe we het allemaal gaan doen. Vooral hoe ik het allemaal ga filmen. Komt allemaal. Ik ga mijn best doen voor jullie. We hadden echt verwacht dat zodra dat draad weg was, dat de paarden dan echt, de poorden, echt zouden binnenstormen. Maar Suske, die begint het te begrijpen. Nou, ik heb natuurlijk laatst deze tekening gemaakt. Samen met Marloes een beetje bedacht en later thuis nog een beetje mooi gemaakt. Dit is wat we gaan doen. En we gaan een deel hiervan alvast maken en een deel nog niet natuurlijk, want dat is nog afhankelijk van de bak. Oh, Sus, ben je als eerste hier? Kijk wel even uit, want daar liggen allemaal draad en prikpalen. Maar er ligt geen draad meer, schat. Je kan erheen. Oh, Fleur komt er ook even aan. Maar die is nog niet overtuigd. Suske denkt echt, mag ik hier lopen? Ik snap het niet. Lekker meisje, lekker lang. Ja. Het is gelijk dat gebries. Ja, al die pluizige dingetjes. Die kriebelen misschien een beetje aan je neusje, hè? Martje, kom eens kijken dan. Oké, dit is het eerste wat we hebben gedaan. We hebben op alle hoeken zover... Oh, het is echt nu al bloedheet. Ze zijn nu al kapot. We hebben hier hoek gedaan, daar hoek, daar hoek, daar hoek. En dan even een draadje ertussen gespannen. Zodat we langs dat draadje zeg maar de palen kunnen doen. Dat het allemaal recht op elkaar is. En dan gaan we eerst even de hoekpalen doen. En dan, hey Martje. En dan kunnen we alles ertussen gaan zetten inderdaad. Pak jij palen? Ja. Ik ben nu al moe. Tillen. Oké, we zijn echt helemaal verrot. Echt... zweet het over heel mijn lichaam heen. We hebben het zo ontzettend warm. Dus Sarah en ik gaan even wat drinken en even een plons in het zwembad nemen. Maar we hebben een deel van de palen al staan. Kijk, hier zie je 4 palen. Deze 3 moeten nog even ingeslagen worden. Die staat goed. Daar achter staan nog wat hoekpalen. En daar staan wat hoekpalen. En daar zijn al 2. Die zijn echt fucking scheef. Dus die moeten eigenlijk opnieuw gedaan worden. Ik heb eventjes met prikpaaltjes. Nou ja, prikpaaltjes. En mijn statief heeft ook als een paal gediend. En de hamer die omgevallen is, die dient ook even als een paal. Om dus zo. Kijk, hier is de ingang van het slingerpaadje. Dan gaan we dus eerst zo een slinger maken. Nee, wacht, we beginnen zo. 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 Zo gaan we als het goed is. Kijk, Sterre doet het een beetje voor. Kijk, eigenlijk is die... Oh, er heeft een paard op mijn blaadje gekweld. Eigenlijk is die precies andersom. Dus je zou eigenlijk normaal gesproken hier dus een bocht. 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 Maar nu doen we het andersom. We doen dus zo. Bocht. Bocht, bocht. Want dit is het crossweiland.
Dit is nu een beetje een haakse hoek en dit is een beetje een haakse hoek. Dus daar heb je dus eigenlijk precies niks aan die crossweiland. Dus als je hem hier juist zo vlak kan laten lopen en hier dus ook vlak kan laten lopen, heb je eigenlijk veel meer ruimte voor in je crossweiland. Want dan kan je gewoon mooi die bochten zo afvlakken zonder dat er een hoekje in zit. Dus dat is het idee. Maar we gaan eerst even wat drinken en even een plons in het zwembad nemen. En dan zijn we weer klaar voor, want dan gaan we eerst even het pad afmaken. En deze afmaken. En dan is het klaar in principe, want hier kunnen we nog niks doen. Dus dan kunnen we hier de trek eigenlijk af gaan zetten. Oh my god. Dus waarom doen we dit gevaar? We doen hem daar af. Ja. Doen we hem daar tegen de buitenste. Ja, tijdelijk. Dan hebben ze zeg maar dit. Ja, precies. Dat. Ja. Dan hebben ze dit pad hier in het midden. Ja. En dan daar. Dan hebben ze eigenlijk een soort al. Alleen ze kunnen niet. Ze kunnen via dit stuk wel rond. Ja, precies. Ze kunnen alleen niet. Dus de oorspronkelijke trek die ik eigenlijk had gemaakt zonder dus een dubbele trek, die gaan we aanleggen. Dan kunnen ze er lekker op staan. Yes. Dan. Zwemmen! Het zwembad ligt er best oké bij. Ik had alleen een bij. Dat is niet deze. Ik zie nu dat hier ook een bijtje, een hobbeltje in ligt. Maar er lag daar in de hoek lag een bij in. Die wilde ik er zo even uithalen. En toen stak hij me. Dus dat deed toen best wel eventjes pijn. Ik denk niet dat je het echt ziet, maar hier zo stak hij me. Dat deed toen echt wel even pijn. Maar ik heb dus vannacht niet het zwarte zeil eroverheen gelegd. En daarvoor lagen er allemaal blaadjes op. Je ziet dat de bodem best wel een beetje vies is. En ik heb wel best wel veel al eruit geschept. Sterre en ik hebben lekker eventjes gebadderd. En daarna, 3:15, dachten we in één keer, oh shit, om 3:00 begint Formule 1. Dus toen zijn we met de laptop en we in het prieltje gelegen. Maar ja, super chill dat Verstappen weer gewonnen heeft. Alleen, het is wel een beetje een saai race. Dus wij zijn bij rondje 40 volgens mij in slaap gevallen. En Sterre werd precies wakker bij de laatste ronde. En toen tikte ze mij, vliep, laatste ronde. Dus toen hebben we nog even het laatste stukje gekeken. En nu gaan we weer verder. Verder met palen de grond in krijgen. Hi liefjes, zijn jullie lekker hier in de schaduw, hè? Ja, groot gelijk. Oh, om alleen Mars te vreten. Jullie zijn lekker in de schaduw. Hi liefie. Hi schat. Hi ander liefje. Hey Martje. Mar denkt, ik geniet nog even van het lange gras van het kan. Hi schat, zal ik jullie even een vliegenmaskertje om doen trouwens? Ik zie dat je toch wel wat last van vliegjes hebt, hè? Ja. Nou jongens, jeetje. Het is wel weer echt buurman en buurman die dit aan het doen zijn hoor. We hadden dus de grondboor vastgedraaid en dat is op zich al de derde keer dat het was gebeurd. Maar toen was Thijs er nog bij en toen kregen we hem elke keer eruit. Maar we hebben hem dus met de hand zo ver moeten, ja je ziet het niet, heel ver denk ik een halve meter moeten uitgraven met de hand. Dus, Ja, ik zat op een gegeven moment. Maar kijk even hoe diep dit is als Vea hand erin doet. Je ziet het, ja, gewoon bijna een arm. Ja, je bijna in een arm. Sterre zat met de spade zo het los te wrikken en ik dan zo het uit te halen totdat hij dus tot zo was uitgegraven. Ja, de helft. Zat er ook in. Nou, we kregen het. We hebben zelfs een random voorbijganger, een man die er wel sterk uitzag, hebben we gevraagd, meneer, wilt u ons helpen? En toen zei hij, ik schaam me. Ja. Want hij zei, zelfs als je de hulk hiervoor vraagt, hij zat echt heel vast jongens. Hij zei, je moet die paarden ervoor zetten. Het was geen hele dunne, niet ges... Nee, maar juist die mensen die wat dikker zijn, die hebben altijd fucking veel spierkracht. Ja, daarom. Dus wij hadden zoiets van, nou, dat moet lukken. Maar helaas, dus nou, met mijn armen in de modder. En we hebben zelfs Shanky nog gepakt. Dus via, dat doen we natuurlijk wel eens vaker, ook met die biozen en zo. Spanband eromheen, maar toen zei de spanband pak, dus dat had ook niet zoveel zin. Dus thanks voor je hulp, Shanky. Je was weer waardeloos. Nee, de spanband was waardeloos. Hij was echt fucking scheef, meid. Dus we gaan hem eerst even recht zetten. Ja, als deze pan niet recht staat met zo'n gat. Nou, dan mogen we het gat weer gaan dichtgooien. Tot zover minder dan 35 centimeter graven. Nou, we hebben een groot een gat te grote gemaakt dat een boom gelijk kunnen planten. Weet je ook gelijk dat we dat kunnen doen. Als ik daarvoor kunnen maken. Oké, en door. Let's go. Lief. Ze is bijna jaloers. Nee, een happy kuddetje. Nou jongens, het zit er bijna op voor vandaag. Het is bijna 8:00 volgens mij en we wilden eigenlijk...
Ja, we willen wel nog even avondeten en even nog een klein rondje met Fleur en Mar gaan doen. Maar we hebben natuurlijk niet alles gedaan, want we waren op een gegeven moment ook echt moe. Ik zit volgens mij in mijn vinger zitten door op mijn gezicht. Ik heb wel mijn handen gewassen, maar kijk mijn nagels. Maar op een gegeven moment inderdaad kreeg je kramp in je handen van die boor. En gewoon het naar beneden duwen, dat was echt zwaar. Sommige grondsoorten ja, in mijn bij gingen dan prima en andere gingen weer heel zwaar. Dus we hebben even een compromis gesloten en we hebben een klein deel gedaan. Ja. We willen natuurlijk eerst de trek laten leeg eten. En dan kan het weiland eventueel nog wel een beetje groeien en zo. Dus ik ga jullie even laten zien wat we hebben gedaan. Dit is dus eigenlijk het paddock centrum, zoals ik het een beetje noem. Ook al komt daar natuurlijk straks loopt het nog een stukje door. Dan kunnen we zo om het hoekje lopen. Dan is dit dus even het centrum, om het zo te zeggen. Dan loopt de trek dus zo door. Ik ga ze dit eerst kaal laten eten. En als ze dat niet lukt, omdat het echt fucking lang is en ze gewoon eigenlijk alles gewoon verpletteren. Moet de zuring wel even verwijderen. Dan ga ik gewoon met de weidesleper overheen, net zolang dat het weg is. Of tenminste eerst even maaien natuurlijk. Dat is de bedoeling dat er een metertje vanaf de schuur ook nog palen en draad komt te staan. Zodat de meidoorn eigenlijk beschermd gaat worden. Nou, dan hebben we wel alvast deze hoek hier neergezet met de palen. We hebben eigenlijk alles wat scheef staat nog niet recht getrokken, maar dat doen we allemaal morgen wel. We hebben het dus nu eventjes vastgezet aan die paal daar. Dus hier loopt het nu dood. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling met een trek. Want als de paarden elkaar gaan opjagen, dan kan er eentje in een hoekje gedreven worden. We gaan er nu even vanuit dat dat niet met ons paarden gebeurt, omdat ze echt al... Wat zei je? Dat is een goede vraag. ik denk in de kruiwagen eigenlijk. Omdat het eigenlijk al heel goed gaat met de paarden, verwachten we eigenlijk niet dat dat nog echt gaat gebeuren. En dan dit is dan het slingerpaardje. Die loopt helemaal door naar achter natuurlijk. Maar ik heb hem eigenlijk halverwege heb ik hem even afgekapt. Zodat hij daar dus ook doodloopt. En we daar ook niet verder hoeven te gaan. Dus dan gaan op dit stukje staan ze voor vannacht. Zodat de mannen van de bak morgen daar terecht kunnen. Morgen gaan we dan, terwijl de bakmensen hier bezig zijn, gaan Ster en ik alles verder af. Maken zover het nog steeds kan. Even kijken of we al weten of we dan ook die trek eigenlijk aan kunnen leggen. Als we ongeveer weten waar de bak komt te liggen. Als dat in de weg ligt voor die mensen, dan doen we dat natuurlijk nog niet. Maar dan kunnen we in ieder geval die stukjes aan de rand van de weg, zeg maar, kunnen we alvast afmaken. En pas als alles, zeg maar, af is, willen we eigenlijk het draad officieel gaan plaatsen. Want eigenlijk moet ook op de plek waar eigenlijk waar Suske, zeg maar, nu staat, daar moet ook handgrepen. Omdat dat dan de ingang van de wei, zeg maar, wordt. En dat geldt hetzelfde eigenlijk, dat stuk. Daar moeten ook handgrepen. Dus, maar nu blijven we elke keer maar draad knippen. Dat is natuurlijk best wel zonde. En dan elke keer met van die dingetjes weer aan elkaar maken. Dus hopelijk kunnen we dat morgen dan gaan doen. Morgen wordt het wel weer heel erg warm. En anders is Ster hier natuurlijk nog best wel een aantal dagen. En dan hebben we gewoon een best wel grote klus die we moeten gaan doen. Oh, ik heb al heel dag niet op mijn telefoon gekeken. Ik ben zo bang dat als ik op mijn telefoon kijk, dat er dan in één keer een berichtje van de bakmensen staat. Met, yo, komen we toch later of zo, weet je wel. Even snel mijn telefoon kijken, die heb ik hier schat neergelegd. Ik zei nog van niet vergeten dat ik hem hier bovenop heb gelegd. Nee, ik heb nog geen bericht van ze, geen gemiste oproep. Kijken of ik een mailtje heb van ze, ook niet. Ik weet niet eens hoe laat ze komen morgen, maar ik verwacht vroeg natuurlijk. En dan heb ik hem nog wel eventjes, hoe laat denken jullie er zijn? Misschien moet ik dat nog even doen, dat is wel handig om dat te weten. Nou, ik ga ze even nog helpen met die palen slaan, want dat zijn er nog best wel veel. Nou, slecht nieuws. Wat ik natuurlijk eigenlijk al een beetje dacht. Ik appte hem met, hey, hoe laat ben je er morgen? Oh, vergeet te bellen. Ik ben pas dinsdag er. Dus we hebben nog één dag extra om alles klaar te maken. Maar hebben we voor vandaag helemaal voor niks zo gehaast. Want we dachten, we gaan s'avonds op buitenrit. Maar het regent dus nu. En het gaat heel de avond regenen. Dus vanavond gaan we dus zeker niet meer buitenrit. Dus Ster en ik gaan ons troosten met lekker uit eten te gaan in een restaurant. Dan geen zin om te koken natuurlijk. En we kunnen toch ook niet meer op buitenrit. Maar anders hadden we net zo goed vanmiddag nog even op buitenrit kunnen gaan. En hadden we morgen de rest al kunnen maken. Maar oké, dus Ster en ik hebben ons even gefixt. En dan gaan we naar het restaurant hier in de buurt. En dan gaan we lekker eten. Wij zijn lekker uit eten geweest. Oh, was ik echt lekker aan toe. En ik zit even op de wc. En Ster zou alvast Fleur eten geven. En ze belt mij, terwijl ik op de wc zit. Fleur is uitgebroken. Dat was natuurlijk hetgeen wat we hoopten dat niet ging gebeuren deze dagen. Want Fleur bijna altijd uitbreekt. Maar we kwamen er ook achter dat we vergeten stroom waren vergeten op te zetten. Oh, hij is daar kapot. Oh ja, handen. Ja, hier staat natuurlijk geen paal tussen. Het is ondertussen vrij donker geworden. Ik heb hier even voor de zekerheid 3 paaltjes tussen gezet. Omdat het ja, best wel donker natuurlijk is. Want ik denk dat je het op camera natuurlijk al bijna niet ziet. Dat hier eigenlijk draadjes lopen. Omdat het natuurlijk eigenlijk even een noodoplossing was. Daar hebben we het gefixt. Nu gaan we nog even hooi geven.
En dan kunnen wij ook van onze avond gaan genieten. Nou, alles is gefixt, dus dat is heel erg fijn. Sterre heeft nog even een draadje om het weiland heen gedaan waar eerst de kandraad stond, maar dat weer weggehaald. Voor het geval dat Fleur uitbreekt, in het grote weiland komt en dan dus niet hier zit erg oploopt. Nee, dan moet ze nog een keer uitbreken. Moet ze nog een keer uitbreken, dus we gaan nu nog even ook het hek bij de oprit op doen, dicht doen. Maar moet ze daar ook eerst weer overheen? Ja, dat gaat ze niet doen, dat gaat ver. Ze blijft, maar zag ook hier, ze blijft toch wel bij de kudde, zeg maar. Ja, ze was ook een beetje in paniek. Ze stond echt een beetje zo voor het hek. En toen ik bij haar wou komen, was ze ook echt helemaal zo van... Ja. Shit, weet je wel, zo van... Oh, ik sta nog heen. Ja, precies. Dat mag niet. Dus we hebben het gefixt. En wij gaan lekker nog misschien een film kijken of even naar bed toe. Ja. En nou ja, morgen zouden ze eigenlijk met de bak gaan doen. Dat is dus pas overmorgen. Dus dan kunnen we morgen nog extra voorbereidingen betreffen. Kunnen we de trek van afmaken. En dan kunnen we ook even een buitentje doen. Hoefsmid komt ook morgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk... Ik heb een hele leuke hoefsmid hoor, maar ik ben altijd zo bang wat hij dan zegt over die hoeven. Omdat ik die hoeven natuurlijk helemaal naar de tering heb geholpen. Ben ik een beetje bang voor dat hij boos op me is morgen. Nou, dat komt wel. Dus ik zie je morgen. Doei!